de basishouding is als Björgen iets vraagt, ja, wie zijn wij dan om nee te zeggen? Zo'n grote Brabant. Je hebt getekend. Jazeker. Als zo'n groot Brabander iets aan je vraagt, dan moet je wel hele goede reden hebben om nee te zeggen. En die grote Brabander is glashelder. Nou is genoeg. Het kan toch niet zo zijn dat wij, hardwerkende Brabanders en Limburgers, ieder jaar weer onze zuurverdiende vakantiedagen in moeten leveren om het feest der feesten te kunnen vieren? Toch zijn veel carnavalsvierders verdeeld over het idee. Klinkt altijd goed. Altijd beter. Ja. Ja, ik ben voor. Ik ook. En het ermee eens, ja. Ja, want jullie gaan carnavalen. Ja, zeker. Ja. Want ze komen uit Amsterdam, uit Rotterdam, ze komen overal vandaan. Ja. Dus wij vinden wel dat die mensen het ook verdienen, waarom niet? Nee, dat vind ik 3 dagen vind ik meer dan genoeg. Ja. Maar ja, u heeft makkelijk praten, want u zit in het onderwijs en heeft toch al vrij. Ja, dat klopt, maar ik ga maandag dinsdag ook niet carnavalen. Dus. Oh. Ik denk het niet, voor mij hoeft niet. Nee. Ik kan gewoon lekker werken. Ja, er zijn zoveel dingen uiteindelijk waar ze vrij voor krijgen en zo. Dan zet ik last dan die dag ook in. Dus ik vind het wel een goed idee, want anders moet je versnipperen. Maar dat hoef ik dus niet meer, hè? Nee. Als je zelf zaken hebt en die zijn open, dan kun je zo met al je personeel niet zeggen van nou, we gaan de tent dicht doen. Nee. En daar is de werkgeversorganisatie in Brabant het mee eens. Leuk idee, maar collectieve vrije dagen zijn een brug te ver. Voor bedrijven is collectief vrijgeven is eigenlijk geen optie. Het collectieve vrij gaat er toch een beetje af. Ook andere feestdagen staan ter discussie. Mensen hebben al genoeg vrije dagen, dus kunnen prima deze dagen vrijnemen. Er zijn bedrijven in de industrie die moeten produceren, die elke dag moeten leveren. En er komt bij dat we in Brabant steeds meer buitenlandse werknemers hebben. Ik denk dat wij nu zo'n 100.000 buitenlandse werknemers hebben. En voor hen is carnavalsvrij waarschijnlijk geen optie. Dit feest is van ons! Dit feest moet vrij gevierd kunnen worden! Bij de commissaris van de Koning kan de petitie op meer sympathie rekenen. Het zal nog wel wat discussie opleveren, maar ik denk dat wat ik vooral van belang vind, is dat we Nederland nog eens vertellen hoe belangrijk dit feest is. Er bestaan allerlei vlotte oordelen over carnaval, maar het is zo wezenlijk van belang voor het geluk van de mensen en het plezier waar het echt om gaat in het leven. Denk ik, Björn, ik begrijp dat je zo boos werd. Ja. Als we 40.000 handtekeningen halen, ga ik persoonlijk naar Den Haag. Daar kunnen we op rekenen. En dat aantal is dus al lang bereikt. Ik verheug me op het moment dat ik Björn daar met de pilsjes hand op het Binnenhof zie staan. Ja. En dan spreekt hij ook namens de commissaris van de Koning. Ja hoor, in dit geval mag hij zeggen, de commissaris vond het een goed idee.